we gaan vandaag op pad met een bakwagen. We gaan bij onze klant Buvo gaan we laden voor een spuitwerk weg te brengen naar Diels en Stokken, dat ligt in België. En dan doen we lossen en laaien, dan rijden we naar Venlo, ook een palletje lossen en laaien. En dan rijden we door naar Venray en dan worden ook pallets geruild en die gaan we dan weer in Helmond lossen. Dus dat is een bewerkingsproces aan de producten. Een goede chauffeur die begint altijd even met koffie, hè? Ja. De aanvang van de rit. We beginnen altijd met het starten van een auto, zodat alle systemen opgestart zijn. Wat heel belangrijk is in een vrachtwagen, is het plaatsen van de bestuurderskaart. Dus er komen alle uren op te staan die ik gereden heb, die ik gepauzeerd heb en dergelijke dingen. Oh ja. Voordat de politie dan wel leuke boete vooruit kan delen als we het weer niet goed hebben gedaan. En om ergens te kunnen komen hebben we navigatie erin zitten. En het laterdruis is 1,5 kilometer, dus 4 minuten rijden. She's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Over 7 kilometer gaan we van de snelweg af. Bij Roosteren en dan zitten we op het smalste stukje Nederland. Als we dan rechtsaf zouden gaan, dan zitten we over 2 kilometer in Duitsland. Maar wij gaan linksaf en dan zitten we 2 kilometer in België. Een mooie oude situatie over de Maas. Ja, dit was dan een greep uit ons chauffeursleven. Een dagje TCK samen met Lara. Succesvolle rit gehad, lekker vlot gelopen. Dankjewel voor jullie medewerking. Hallo! Gaan we het wel weer, hè?